Vandaag de gast bij Meer Zoetermeer ontmoet, Siem Safri. Een bekende Zoetermeerse horecaondernemer die een aantal weken geleden tegen wil en dank een bekende Nederlander werd. Daar vond een overval, schietpartij plaats bij hem thuis. En het is denk ik onvermijdelijk om het daar meteen over te gaan hebben. Siem, nu 5 weken geleden, kan je ons vertellen wat er gebeurde? Ja, ik kan vertellen wat er gebeurd is, want het is een dag die je vergeet eigenlijk jammer genoeg nooit. En om 11:45 s'nachts, normale dag voor ons na het werk. Mijn zoon was bij mij thuis en ik. En 11:45 ineens ben ik bezig met mijn op de computer, totaal met mijn rug naar de ramen. Ineens hoor ik mijn zoon schreeuwen van, nee, niet doen! En nou, ineens zien we een hand die naar binnen komt en meteen op de hond schieten. Dus de hond sprong gelijk naar buiten. Mijn zoon gelijk even de laptop die in zijn handen had, die meteen op de overvaller gegooid. En gelijk naar de deur gesmeed naar buiten, de terrasdeur heeft hij naar buiten gesmeed. Zo vloggen ze even naar buiten. En het is een hele dappere jongen, ja, mijn zoon. Meteen gingen we die ene jongen aanvallen. En ik sta gelijk achter hem aan om de andere aan te vallen. Ja, dan zie ik dus de twee gasten. Eén voor mij, die ene die hond heb geschoten, zie ik hem voor mij en met de wapen in zijn hand. En de andere links van hem, ook met de wapen in zijn hand. Maar dat was geen stop meer voor mij. En ik dacht bij mezelf, ik moet hem gaan even pakken, even aanvallen. Maar dan begon hij wel gelijk weer te schieten. Mm-hmm. En ik voel mij dat ik, ja... Ik ben geraakt. Toen werd je getroffen. Ja, toen wist ik, ik ben geraakt. Ik voelde het. Goed. En dat smeet mij naar de grond natuurlijk. Mm-hmm. Maar op die moment is het... Het is maar een wrakje eigenlijk voor een seconde. Maar op die moment heb je tijd om ineens om te denken. En de gedachten waren ook voor mij. En daarna heb ik voor mijn zoon gehoord ook. Mm-hmm. Oh jee, is dat... Ons eind op die manier. Ja, ja. Ging die gedachte door je heen? Ja, die gedachte ging door ons heen. Shit, dat is ons einde. Op die manier gaan we einden. En dat gebeurt allemaal zo snel. Want sinds het moment dat we ontdekken dat we hebben een overval. Mm-hmm. En dan begon al de schieten. Ja. Ja, we hadden nog geen tijd de verrassing. Het was een kwestie van seconden. Van 1, 2, 3... Klaar. Mm-hmm. Nou, we begonnen al de schieten. Jij ging, hè, je was geraakt, je viel tegen de grond. Ik viel tegen de grond. Ik had geen pijn en ik dacht, ik weet dat ik leef nog, maar hoe ernstig ben ik? Mm-hmm. Dus ik moet nou even eigenlijk kalmen en een greep te krijgen op de situatie. Want dat is de enige manier om te overleven. Te komen, ja, te overleven en uit te komen met de minstens schade. Mm-hmm. Nou, op die tijd was mijn zoon nog steeds aan het knokken met die andere gauwgoos. De overvallers waren met z'n tweeën? Met z'n drieën. Met z'n drieën zelfs. Met z'n drieën, met een bivak, met z'n twee wapens. Dus ja. Maar wel is het daarvan, want dat één is maar, dat was één van de daders die is wel geschoten. Mm-hmm. Ook op de hond en ook op mij, die andere schot niet. En dan zei ik dat mijn zoon nog steeds aan het knokken met die andere jongen. En die overwint hem zo, hè. Die had hem zo onder controle. En ik zei tegen hem, nee, niet doen, niet knokken nou, niet stop maar. Mm-hmm. Die gasten die rennen naar binnen en gelijk hebben zitten schreeuwen, ja, waar is de kluis? Dus ik lig buiten en ik zeg, hé jongens, ik heb helemaal geen kluis hier in huis. En mijn zoon ging achter hun, of ze hebben hem geroepen, of hij ging vanzelf achter hun aan. Zei, hij zit op de bank, ze zegt tegen hem, waar is de kluis dan? We hebben geen kluis hier. Ja, dat is voor hun een grote teleurstelling. En dan pakken ze dan de laptop en onze telefoons, gaan ze naar buiten, en op de weg naar buiten, dan komt nog eentje naar mij toe. Nadat ze hebben nog, het allermoeilijkste van mijn zoon geweest is, nadat ze mij neergeschoten, dan kwam hij nog met de wapen op mijn kop.
met een pistool tegen mijn kop aan. En daarna ging ze naar binnen. Daarna komt die, de andere, die zit, lieg ik alleen in mijn bloed. Ik ben goed geraakt. Ja, 2 kogels in me. Mm-hmm. Dan komt die andere, echt een held van een gozer. En ik lieg in mijn bloed op de grond, gaat hij mij voelieren om geld uit mijn zak te halen. Mm-hmm. En wilt hij naar de andere zak, toen zei ik tegen hem, oh, jullie hebben mij geschoten, hè? Nou, je pakt het geld, je hebt het geld gepakt. Aan de andere kant heb je niks te zoeken, het is alleen maar sleutels, daar heb je niks aan. Ja, pak het dan donderop. Ik zeg, oh, je grote mond er nog. Dan maak jou ook nog dood, hè? Ik zeg, dan ga je gang dan. Doe het maar. En ja, goed. Het is ook allemaal heel snel afgelopen. En ik had tijd nodig, ik en mijn zoon hadden tijd nodig om te herstellen. Ik weet heel goed dat wij hadden nog andere dingen nog kunnen doen. Ik ga dat niet bijnoemen nu, want dat heeft geen zin natuurlijk. Maar ik wist niet in welke situatie ik was. Was de politie al geïnformeerd? Was 112 gebeld? Daar is 112 gebeld door mijn buurman, mm-hmm. Ja, Hans Baling. Die was toevallig aan honden van hem aan het uitlaten in het park. En die kwam meteen ook gelijk daarna naar ons toe. En hij zei, de politie is al onderweg en de ambulance is al onderweg. Jij bent bij bewustzijn gebleven de hele tijd ik ook? Ik ben de hele tijd bij bewust geweest. Okay. Had je ook al in de gaten wat er met je hond gebeurd nee, was? Nee. Dat is te vlug gebeurd. De hond is toen is die geraakt, is die nog gesprongen naar buiten. Mm-hmm. En dat was eigenlijk een hele zieke hond. En lievertje, een lieve beest. Ja, die eigenlijk geen vlieg kwaad doet. Ja, want hij is. Hij is zelf erg ziek en heeft uit natuur zijn ballen zijn nooit gedaald naar de zak. Ja. En dus hij was niet een dominant, niet waks. Maar om hem te zien. Hij had uitstraling, maar het was een hele relaxed hond. Precies. Maar wel, en dat doet natuurlijk de meest pijn voor nou. Dat je zegt eigenlijk, het is een soort mislukkeling hond. Ja, hij is niet waks, hij is niet dominant, hij is niet. Maar op de tijd dat mijn zoon lag te knokken met die jongen op de vloer. Ja, want ze viel op de vloer. Want dat was de terrasvloer van ons. De hond, al met de kogels in hem, probeert op te staan. En te grijpen. Een van de daders die was aan het knokken met mijn zoon. Dat zal ik nooit vergeten. Dat is heel moeilijk, hè. Dat is heel moeilijk op die manier afscheid van de beste vriend van de mens is de hond. Zo had je het niet voorgesteld. Ik gun het natuurlijk naar niemand, hè. Het is heel moeilijk op die manier te weten eigenlijk dat hij is tot het eind deze mislukte hond zogenaamd. Ja, de lievertje, die wil alleen met iedereen spelen. Met vreemden wil hij alleen maar spelen. Tot zijn laatste sneak probeert hij op te staan en te grijpen. Hmm. Die dader die met mijn zoon aan het knokken is. Dat heeft je... Die krijg ik altijd en ik denk levenslang de tranen om. Ja. Als ik daarover denk en als ik aan het praten ben. En we hebben met alle heren hebben we deze hond begraafd bij mij in de tuin. Ja. Niet cremeren en niet weg. Nee, gewoon begraven. Je bent bij ons. Ja, voor mij is een moord. Ja, ze hebben hem vermoord. Het is een moord. Ja. Hoe je het went of keert. Ja. Een hond is geen ding. Nee. En hoe de wetten zegt dat een hond is een bezit. Mm-hmm. Nou, een auto is een bezit. Ja. Een huis in een bezit. Maar levende creatuur, een hond, genoemd de beste vriend van de mens. Bleek het ook te zijn. Het is gewoon zo. Het is zo, ja. Ja. Voor alle dierhebbers, voor mij is geen ding. Voor mij het is een moord op iemand van mijn familie. Ja. Is een familielid voor mij. Ja.
De buurman had de alarmdienst, hè, of had 112 gebeld. Hij was bij jullie, hij was bij jou. Bij mij gekomen. Bij jou gekomen. Politie, ambulance kwamen eraan. Wat gebeurde er toen verder? Toen werd er een soort van klopjacht opgezet door de politie, neem ik aan, om de daders te achterhalen. Heb jij daar nog wat van meegekregen? Ja, ik heb begrepen dat die huis die werd gezeild. Mm-hmm. Mag niemand erin en niemand eruit. Mm-hmm. Er was niemand meer erin. Alleen mijn hondjes, die pups, mm-hmm, die ik heb nog. Die had je toen ook al. Ja, en daardoor eigenlijk door de pups, want ze komen naar de grote hond om hem mee te spelen, maar irriteren ze hem. Daarvoor heb ik hem binnen gedaan. Ja, ja. En daarvoor heeft hij ook totaal niet gehoord dat de jongens die klimmen over de poort en komen naar binnen. En hun hebben dat wel gezien, want ze hebben ons gevolgd en gewacht dat wij thuis komen. Ja, want wij moeten de kluis openen. De kluis wat niet is. Ja. Jij was ondertussen, was de ambulance ter plaatse? Hoe ging het met jou verder? Jij werd door een ambulance, werd je naar het ziekenhuis gebracht? Hoe ging dat verder? Die ambulance is gekomen. De politie was eerder voor de ambulance. En ik moet zeggen dat wel vrij snel gebeurt. Petje af voor de ambulance, petje af voor de politie. De helikopter was heel vrij snel in de lucht al. En ik praat over een aantal minuutjes. Dat mm-hmm. is gewoon... Maar het is gewoon snel. Ja, kijk, als je slachtoffer bent, niks is snel genoeg. Het duurde een eeuwigheid in je beleving mogelijk. Maar gewoon heel, heel eerlijk daarover zeggen. Ja, ze waren vrij snel, dus ze doen de werk goed. In dat geval. Het is gewoon, hoort ook bij te zeggen. Maar ik was helemaal... De pups, dit is een eigenlijk van de pups die zijn bij mij geboren. De hele nest was bij mij. Het is van een hond van een vriend van me. Die waren ook in hun richting werd ook geschoten. Dus ze hebben helemaal gevlucht en ik kon ze niet vinden. Oké, dat ik was al gewond en met twee kogels in me. Mm-hmm. En de ambulance is gekomen en de politie is gekomen en ik moet weg. Maar ik zei, nee, ik ga niet weg tot ik vind waar de pups zijn. En tot ik ze ontdek, dat zei ik, ja, oké, nu ga ik. Toen hebben ze mij meegenomen naar Westeinde. Naar Westeinde en daar ben ik even één nacht gebleven, gecheckt en... De volgende dag was ik gelukkig weer naar huis kunnen komen, want de kogel zijn vanzelf wat is uitgekomen door de andere kant van mijn schaduw. Toen was je terug, was je thuis. Van de daders nog geen spoor. Dat heeft even geduurd voordat er gasten opgepakt zijn. Bleken dat nou de feitelijke daders te zijn? Hebben ze nu? Hoe is dat verder verlopen? Kijk... Ze hebben wel wat mensen gepakt, ja. Ik kan niet zeggen bewust, want ik word constant buiten gehouden. Mm-hmm. Tot alle duidelijkheid is voor de onderzoek. Er wordt geen detail aan mij verteld. En dat is ook wel zenuwenslopen. Want je wil weten, jij bent zelf de slachtoffer. Je wil weten wie is gepakt, wat is die gezegd, hoe het gaat allemaal. Maar je wordt buiten gehaald. Oké, want hebben ze de daders, hebben ze ze op dit moment? Ze hebben wel mensen gepakt, ja. Ze hebben de daders. En schijnt te zijn, dat is wel de juiste mensen. Ja, ja. We weten nog niet zeker als het allemaal zijn er. Ja, ja. Die bij mij op bezoek geweest, ja. Op de koffie. Ja. Ja. Ja, het is nog niet 100%. Dus vrij zeker dat twee wel. Ja, ja. Oké. Ja. En was je opgelucht toen bleek dat er in ieder geval een aantal van de daders, dat ze die te pakken hadden? Ja, dat wel. Dat wel. Dat denk ik. En daar heb je ook bepaalde gedachten over in de zin van, er zal een straf moeten gaan komen voor de jongens, de mannen die dat gedaan hebben. Ja, ik wens het dat niemand om zoiets mee te maken, want kijk, laat me weer eerlijk zijn, 5 centimeter verder... was ik niet meer met jou meer te praten hier. Nee. Ja, nee. Dus goddank, de geest van mijn moeder, die heeft ons in leven gehouden. Zo geloven we echt wel.
En straf. Je kan de straf begrijpen of wensen alleen als je echt zoiets meemaakt. Als je iets, zulke dingen niet meemaakt en je ziet dat de gasten na een paar jaar zijn vrij, dan krijg je echt de rilling van, de idee. Dat idee daar. Dat idee dat gasten die zo misdaad ja, plegen, na een aantal korte jaren in principe, zijn vrij. Daar krijg ik de rilling van. Dan zeg ik, nee, dat klopt niet. Dat klopt niet. En ik denk dat, ik wens het niemand, ja. Maar als mensen die dat meemaken, ja. Beseffen. Want ja. Vrij, ja. Rechten, ja. Welke rechten ja. Heb je als ja. Je zoiets doet? Ja. Maar goed, uiteindelijk zal het de rechter zijn, hè, als ze de daders hebben, zal het de rechter zijn die bepaalt welke straf ze gaan krijgen. Hè. Dat is iets waar je bij neer zal moeten leggen. Hè, onvermijdelijk. Ja, dat zou ik wel moeten doen. Ja, wat misschien, hè, of dat blijft dus afwachten, daar kunnen we nu even niks over zeggen. Hè, of daar valt, dat is op dit moment onbekend. Iets wat wel bekend is denk ik de brede steun die je van buurt en van Zoetermeer misschien nog van daarbuiten hebt ontvangen als het gaat om medeleven. En hoe is dat gegaan? Ongelooflijk. Ik wil nogmaals, en heb ik bij vorige andere interviews in beide kranten. Dankjewel. Jullie hebben het zo goed meegeleefd. Zoveel geholpen. Je krijgt echt het gevoel van, nou, natuurlijk, dit zijn de goede mensen. Er zijn de goede mensen die omgeven. Die raak ik helemaal gechoqueerd van. Er komen nog steeds mensen naar mij toe op straat. Als ik loop te wandelen met de honden. Komen ze naar mij toe echt helemaal janken. Helemaal huilen. Want ze vinden dat zo erg. En dat is wel een steun dat meeleven. Zoveel kaartjes gekregen van mensen. Steunen, sterkte wensen. Zoveel bloemen voor mensen. Jammer dat het in zo'n geval is. Ja? Ja. Dan zal ik graag voor iedereen een ja. Enorm liedje willen gaan zingen. Ja, en daar een feest voor maken. Nou ja, goed. Ik weet niet of je lekker kan zingen, maar wie weet gaan we dat nog merken. Het belangrijkste is dan ook dat je zaak doorloopt. En daar kan je de mensen in ieder geval bedienen. Of bedienen in de zin van dat ze daar een fijne avond kunnen hebben. En nou, ik ben in ieder geval erg blij dat je er goed van afgekomen bent. Of dat je hier je verhaal kon doen. Ik bedank je voor je openhartige geen dank, het is mijn plezier. En ik zeg nogmaals alleen wake-up call voor ons allemaal. Wees alert en denk na, wat betekent een straf, wat betekent recht en wat betekent niet recht. We gaan het merken hoop ik. Wat er gaat gebeuren. Hoop ik. Shim Safri, ontzettend bedankt voor je tijd. Hartelijk dank.